Hartelijk welkom op deze 8e maatschappelijke stagemarkt. Voor de eerste keer in een school. Voorheen hebben we het altijd in het stadhuis gedaan. We hebben het nu op een school. De leerlingen gaan dus op zoek naar een maatschappelijke stage. Nou, ze staan al te trappelen zoals u ziet. Ze komen bij u aan een tafeltje. En als jullie tot een match komen, dan krijgt de leerling 2 afsprakenformulieren. Die liggen op uw tafel. Die zijn al ingevuld. De leerling gaat dan met 2 formulieren naar het schoolpunt. En voor de leerlingen het schoolpunt is in de theaterzaal. Waarom komen jullie hier naartoe? Ja, ik had het gelezen en denk wel in de Nederlandse groep. We doen dit voor het eerst dit jaar in het Erasmus. We hebben het voorheen altijd gedaan in het stadhuis en dit keer voor het eerst in de school. En we hebben grote belangstelling, heel veel kinderen van het Canisius, van het Erasmus en van het Noordic die hier op zoek zijn naar een maatschappelijke stageplek. Hoeveel kinderen doen er in totaal mee? Ik denk zo tussen de 220 en 240 leerlingen van de 3 scholen. En dat gaat om een stage. Is dat een maatschappelijke stage? Wat houdt dat in? Maatschappelijke stage houdt in dat leerlingen ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen. Dus het is eigenlijk een stage in het vrijwilligerswerk. Dat je kijkt of meeloopt met een vrijwilliger die bijvoorbeeld bij de Wonne vrijwilligerswerk doet. Of bij Karin Tregeland, of bij het Repair Café. Of bij het Reuma Fonds. Dat wil je gewoon erbij doen, toch? Is dit voor de kinderen een onderdeel van het lespakket? Ja, voor de leerlingen die hier zijn, maakt het deel uit van het schoolprogramma. Dus zijn ze verplicht om die maatschappelijke stage te doen.